forget, it's asking something from the cow. Oh no, you're not confused, Dr. Precious. The mind is separate. Via standardisering, homogenisering, and net posterisering. The first thing we need to do is to get rid of the fact. The meat comes into this machine, which is separated. That's spinning around at 4,500 RPMs. All the fat globules will go on the top, the skin will go at the bottom, and we're going to be able to separate the fat from the skin. He's a fat out at this place, and then you can put it back in at the end. Yes. Now it's time to move out to the technique to find a better role to standardize it. We zien hoe klein het is, je hand erbij. Ja. Regelt hoeveel loon teruggaat in de afgeroomde melk. 3,5% in volmelk, 1,7% Hoe ga ik dat oplossen? En 0% in maagdrap. Trap, ja. En de wachtwaarts. Ja. Deze te gaan. Hoe ga ik de tweede? Oh ja hoor. Zo slim. Oh ja, hier heb ik die heb ik nog een. Het is wel ontzettend leuk. Oh, prachtig. Oh. Oh, zo springt ze ineens en dan. Worden de meeste bacteriën in de melk gedaan. Ja, dat snapt hij het liefst. Ja, een holletje. En dan zit een ander touwtje achter, achter die aap. Ja, ja, nee. Pok! Pok! Oh ja, een vering. Ja, ja. Hij probeert een beetje naar binnen te trekken, maar dat lukt hem. Hoe is vanaf hier nu? Oh, was jij er ook? Oh, de aap gaat om, de aap gaat om, oh jee. Ik kan ook helaas niet vastklemmen. Met een touwtje vastbinden. Oh, gelijk kijken, wat zit daar dan? Kijk, aan zijn poten trekken. Gelijk op dat weer gefixeerd. Het zou leuk zijn als hij in die aap de armen ging slaan. Huppa, de sprong. Jeetje, wat een kleintje. Daar was wat te eten. In mijn tas natuurlijk. Kijken. Ja, opgestaan plaats van hem. En nu springt ze zelf van de bank af, hoor. Kijk. 2-3-3 moet je gaan. Nee? 2-3-3. Rinnus? Hoppa! Spring gewoon op de bank. Zo'n klein ding. 3-3.